Hele goede dag. Het is vandaag 16 april en het is alweer de 82e nieuwsbrief. Ik ben al een tijdje negatief, maar dat blijkt helemaal niet te werken, om het zo maar te zeggen. We zien op dit moment de beurs nog steeds heel hard opgaan. We beginnen nu wel een beetje op een niveau te raken dat mensen toch ook wel een beetje denken dat het niet heel veel verder kan. Als je mij vraagt, hebben we sowieso natuurlijk de mooiste stijging hebben we reeds gehad. Als je kijkt naar de grafieken, dan krijg je toch wel redelijk hoogtevrees van de enorme stijging die we achter de rug hebben. We zitten dus op een beetje best een moeilijk punt. Daarom zou ik zeggen, blijf voorzichtig. Ik ben al die tijd voorzichtig geweest. Ik heb wel long gezeten, maar wel met bescherming. Achteraf helemaal niet nodig geweest, maar er spelen nog heel veel dingen op de achtergrond. Griekenland speelt nog steeds. We hebben ook nog steeds... we krijgen nu het QE-verhaal, worden zelfs door de OECD vandaag, dan was er een waarschuwing naar, richting Japan. Gaan we dan maar snel naar een paar losse aandelen. We kijken naar Google. Google vind ik een aandeel wat aangevallen wordt door de Europese gemeenschap. En ik denk dat heel negatief voor ze werkt. We zien in de grafiek in ieder geval een verkoopsignaal. En daarom zou ik zeggen, dit is een aandeel wat ik zelf niet zou willen hebben. Een aandeel wat ik wel zou willen hebben is First Solar. Zonne-energie is meegegaan een beetje met de olieprijzen. En wat mij betreft horen dit soort zonnecelbedrijven niet mee te gaan. Het leuke van First Solar is dat je er ook hele leuke calls op kan schrijven, waardoor je hele mooie rendementen maakt. Dan een laatste aandeel die ik dan even los eruit wilde pakken was ASML. Is iedereen nog heel erg enthousiast over, heel erg positief over, maar de grafiek telt iets anders. Dus de grafiek zegt gewoon, we zijn natuurlijk een paar jaar geleden stonden 20, nu staan we 100, dus we hebben natuurlijk 5 keer over de kop. En de grafiek geeft nu verkoopsignalen, terwijl iedereen nog heel positief is. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, is dat misschien iets om even goed over na te denken wat je daarmee wil met je winst, als je die hebt. Persoonlijk zou ik zeggen, ruil naar een call of iets anders dat je in ieder geval je beschermt. Dus dat was het weer even. Blijf voorzichtig. Word niet te enthousiast in deze markt. En graag tot de volgende keer.